Van der Zanden. Handig balletje. En is dit dan wat? Van Boekel wilde niet aan. Behoorlijke snoekduik van Lucassen. Die er misschien wel iets te veel naar op zoek is. Van der Zanden is ervan overtuigd dat dit een strafschop moet zijn. Maar Van Boekel vindt het geen penalty waard. Dit is Hansson met serieus gevaar van Heracles. Eerste keer dat Heracles in de aanval is in de tweede helft. Zonnenberg. Bakboord. In de voeten bij Agogil. Herman. Agogil loopt door. Herman. Zelf afdrukken. Lekker schot. Op de vuisten van Brouwer. Wernersson. En dan valt de bal voor de voeten van Hansson. Hansson. Bedoeling was Azawi. Banzouzi laat zich hier aftroeven. Dat is een pupillenfout. Wahim. Heracles straft het af via Hansson. Het is 0-1. Emil Hansson was dus al gevaarlijk met dat schot dat voorlangs ging. En nu wordt de fout van Banzouzi afgestraft en staat Heracles op voorsprong. Eerst die knal van Herman op de vuisten bij Brouwer. En in de eerste de beste tegenaanval gaat Banzouzi in de fout. Behoudt Wahim het overzicht, speelt hij Martina uit en is dit bijna niet de missen kans. Voor Emil Hansson die zijn 16e van dit seizoen maakt. Hele belangrijke goal voor Heracles in de strijd om het kampioenschap. Oeh, Venovic in de fout. Herman en een goede redding van Brouwer. Razendsnel komt hij naar de bal toe, de keeper van Heracles. En daarmee zorgt hij ervoor dat die fout van Venovic niet de gelijkmaker oplevert. Wernersson afgetroefd. Wahim verlengt heel goed. Dan ligt het behoorlijk open voor Heracles. Scheperman en de botsing met Kortsmit die er wel eens vanaf kan gaan. Wat doet Van Boekel? Ja, rood voor de keeper van NAC. Dat zie je aankomen. Scheperman. Behoorlijk aangepakt. Wordt hier bereikt door Wahim. En dan zit Kortsmit natuurlijk helemaal mis. Rood dus voor hem. En geschorst voor de wedstrijd volgende week. Tegen Telstar. Ook Boyd Lucassen naar de kant. Om de komst dus van Pepijn van der Merbel de reservekeeper mogelijk te maken. Vrije trap Venovic. Heerlijke goal. En 0-2 en dan is het helemaal beslist hier. Geweldige ontlading bij alles en iedereen van Heracles. Dat volgende week in eigen stadion tegen Jong Ajax het kampioenschap kan gaan binnenslepen. Hier weer een kans. Wordt het dan 0-3 in de 90ste minuut? Het wordt 0-3. Jazeker. Wehmeyer doet het. En dan wordt de avond voor Heracles alleen maar mooier. En dat geldt dus ook voor het doelsaldo van de ploeg uit Almelo. Het is wat geflatteerd als je de wedstrijd hebt gezien. Maar Heracles doet hier in de slotfase uitstekende zaken. Hansson. Nog een loopactie buitenom. En hier de kans voor Schoofs. Bijna nog 0-4. Zo blijft Heracles gretig tot de laatste seconde. En op jacht gaan naar doelpunten. Scheidsrechter Van Boekel fluit nu af. Heracles wint de lastige uitwedstrijd op bezoek bij NAC. En het wint in de slotfase ook nog eens. Met ruime cijfers